IMT. Vandaag ben ik met een nieuwe opleiding van Rollercoaster Tycoon 3. En ik zie dat er zo meteen een VIP aankomt. Twee stuks maar liefst. Eén over de maand en één over een week. Dus diegene die dus als eerste aankomt, 14 mei, die komt dus morgen in het park dan. En die houdt van, wat stond er nou? Science fiction. In één keer ben ik geen science fiction dingetjes. Dus dat is op zich een probleem. Is één in science fiction wat ik een beetje heb. Dus we laten hoe we zo hier naartoe gaan. Daar naartoe. Weer naar de western toe. We hebben dit. We hebben dit. En we hebben dat. En je mag een hamburger en een laten we hier beginnen. Ik heb iets compleet verkeerds aan, maar I don't even care. Hop, hop. Dan gaan we hier naartoe voor jou voor de western. En dan mag je naar een favoriete kant toe. Namelijk dit. Weet je, de western kant, jongen. En het is ook een flinke smak geld gekregen van iemand. Waarom? Ik heb geen flauw idee. Maar ik vind deze stalen achtbaan wel iets passen bij dit thema. Dus ik ga hier een nieuwe achtbaantje even snel bijbouwen. Waar de VIP als een van de eerste in mag. Dus kan deze achtbaan. Ja, dat kan deze. Dat vind ik echt helemaal prachtig. Zodat een beetje lancering weggeblazen kan worden. Het is echt gewoon ultiem mooi. En toen ben ik ook gebeld. Maar ja, dat boeit me niet. Even geannuleerd, gezegd van, hey, ik ben bezig. Dan storm het even niet. En ook een kleine kurkentrekkertje die kant op. Dan gaan we een halve looping terug. Dus we zijn een heel stuk lager dan ik eigenlijk wilde zijn. Even de rotatie iets aanzetten. Wat gaat hier mis? Oh, ik zit een beetje op de rand van het pretpark. Dat meer het probleem is. En het andere mag ook niet. Of raak je de baan delen in de knoop? Ja, je raakt een stuk baan in de knoop. Dat is natuurlijk ook niet handig. Ook deze achtbaan is weer lekker compact. Eerlijk mag zeggen. Dat gaat hem ook niet worden op die manier. Zo dus wel. Dat mag natuurlijk ook weer niet. Zucht. Mag ook niet, maar zo wel. En dan doen we even zo. En dan, dat kan hij dus ook weer niet. Even een klein stukje die kant op. En dan zullen we het even automatisch moeten gaan kunnen vinden. Het artificial intelligence kan dus weer niks vinden. Zoals echt altijd. Een paar remmetjes erop. Moet toch wat te doen zijn. Zou je zeggen. Zoals ik zie het al. Kijk eens, dit is tenminste echt de rommelige achtbaan ever. Heeft ook wel iets. Gewoon een testritje maken. Maar eens kijken hoe rommelig die eigenlijk is. Kijk, in één keer word je gewoon goed afgeschoten. Precies hard genoeg. I like it. Oké, dan gaan we naar beneden.
heel voorzichtig zo'n kurkentrekkertje met een halve looping naar beneden. Zet hem hierboven. Zet hij dit goed gaan halen? Dat betwijfel ik me nu. Misschien als die trein wat langer wordt. En als de ketting ietsjes harder gaat. Die kan nog wel harder. Niet nog harder. Nee, schijnbaar niet. Dus daar gaan we. Kijk, nou komt hij al een stukje verder omhoog. Dat is al heel wat. In hoop dat hij nu de rest ook haalt. Nog gewoon een keer een krachtboostje geven. Die gaat wel ietsjes harder. Die was een keer rechtdoor, dus ik zou daar iets neer kunnen zetten van een ketting of iets. Ik denk dat dat wel nodig is. Of dat mag weer niet, omdat dit zo'n rare bocht is. Zou je het een stukje harder? Ik weet niet, kun je dat snel testen? Moet ik dus schijnbaar dus die kant uit. Ik zie wat dit gaat doen, maar voor mij gaat dit wel een stuk harder. Welke stuk? Ja, dit moet hij wel kunnen halen nu. Ja, dus hij moet het kunnen halen nu. Nou niet haalt, dan weet ik het ook niet meer. I can. Weer een attractie kapot. Op de neuk. Why is er every time an attraction defect? I don't understood. Zo, die komt hier eens uit. €2. En zo, jullie mogen allebei. Mag je ook nog een keer hierin? Van mij. Dan mag je de achtbaan als een van de eerste in. Dat is echt een eer. Mag zeggen wat je wil. Even kijken, ik had hier nog iemand. Ja. Oh, precies goed. Is de attractie nog steeds kapot? What the actually heck? Hoeveel monteurs heb ik eigenlijk? Nog wel eentje bij. Kom maar twee dingen om ontslag te nemen. Je krijgt een promotie en ietsie-pietsie maandsalaris erbij. Heeft opgegeven op het wegpunt. Heb ik goed mijn best gedaan. Maar hij is in ieder geval tevreden. Die eerste VIP. Hey, maar waar loopt die andere dan? Oh, die loopt daar.
Hij is iets minder tevreden, maar wel tevreden genoeg nog. Is achtbaan kapot? Oké, dat kan. Ik heb echt helemaal niemand in. Kost op zich best wel heel wat geld. Als er echt niemand in gaat. Ik weet dat je voor die attractie echt heel erg lang in de wachtrij staat. Oh, die is ook defect. Echt kwaliteitsspul, jongen. Daar doen we het voor. Voor al die kwaliteit. Jezus. Dikke spam. Het park heeft wel meer dan 70.000 water. Dat is in ieder geval al iets. Ik hoor hier wat geknetter. Jee, daar gaat die ene VIP. Zou die gaan gillen? Wat horen. Hallo. Hoe gaat het ermee? Ja, hij gilt. Ja, hij gilt echt heel erg hard. Dan zit hij echt niemand anders zien. Hij is de enige die kan gillen. Hoppa. En weer terug. En dat was hem. Oh my god, je gaat... Jezus, weer een attractie kapot. De VIP verlaat het park. Oké, hij is in ieder geval nog tevreden. Hij is ook nog steeds tevreden. Die VIP. Dus dat scheelt. Als alle VIP's maar tevreden zijn. Dat kost het intree van het park geld. Oké, mensen willen een handtekening van hem. Allebei hebben ze het park verlaten. Dus het kan nu zijn dat het park in één keer heel compleet is of in één keer had gefaald. Dus één van die twee. En dan kan het pas weer in mei. Het is niet gelukt. Oké. Dus ik ga het waarschijnlijk proberen de volgende aflevering. In ieder geval like achter, vergeet niet te abonneren en tot de volgende keer. Doeg!